je weer kijkt naar een nieuw videootje van... We staan hier met onze kleine lieve Mias, die inmiddels alweer anderhalve week oud is. In de vorige video was hij nog maar één dagje oud, dus er is zeker alweer één dag gebeurd. Hij is weer wat groter, want het gaat zo hard in het begin. Echt goed met hem ook. We hebben onze kraammeek erop zitten en ja, zoals Sarah net zei, het gaat goed met hem. Kraammeek is goed gegaan. Het gaat met ons allemaal eigenlijk echt super goed. We voelen ons goed. Hij doet het goed. Tuurlijk, het is een baby. Hij heeft af en toe helmomentjes. En ook hier is af en toe even hectisch in huis. Maar ik mag echt niet klagen. We gaan vandaag voor het eerst met het hele gezin de deur uit. Waar we naartoe gaan, dat vertellen jullie straks. Maar moet ik wel zeggen, ik ben echt trots op jou. Gelijk dag na bevalling. Echt gewoon, je hebt rustig aangedaan natuurlijk. Maar gelijk als je oppakken. En het gaat gewoon allemaal lekker door bij ons thuis. Hè? Ja, ondanks dat we tussentijds nu even niet meer hebben gefilmd, zijn we wel echt heel druk ook gewoon nog. Ons leven staat niet alleen uit filmen, maar er gebeurt ook heel veel buiten het filmen. Ook, we hebben het wel echt heel druk gehad afgelopen week met mailtjes, dingen regelen. Ons huisje komt er ook bijna aan. Oh ja, sleutels, dat hebben we ook weer volle pistolen gedaan. Dus we zijn wel lekker druk bezig en zo. Dus we dachten vandaag gaan we even met z'n allen eruit. We hebben ook nog de twee andere jongens hier in huis. Hallo jongens! Jokie. Wat zijn jullie aan het doen? Kappertje aan het spelen. Jongens, als jullie klaar zijn met jullie kappersbeurtje, zullen we dat gaan? Ja. Want het ziet er goed uit. Nu even naar voren, naar buiten. Zo. Dat is toch super schattig om zo te zien. Oh jongens, ik moet je trouwens eventjes meedelen. Dit mannetje, onze lieve Mias, lijkt nogal op zijn papa, heb ik het idee. Als je een pasgeboren baby hebt, en zeker bij een jongetje, komt het heel vaak voor in de eerste week. Dat op het moment dat je ze verschoont, peppertje eraf haalt, dat ze plassen. Dus je komt heel vaak onder een lekker plasje te zitten, warm plasje. Wat we met hem hebben meegemaakt, wat ik dus niet heb meegemaakt bij Dylan en Eli, is spuitpoep, kan ik het haast wel noemen. Ik geef even een voorbeeld. Hij lag zo, doet zijn pet en zijn broekje uit en letterlijk, wat gebeurde er, Esra? Hij schoot vanuit hier een meter zijn poep gewoon weg. Het schoot gewoon als een kanon. En zijn poep, hoe dat dan kan, ze drinken natuurlijk alleen melk, dus die poep is heel erg dun en vloeibaar, dus het spoot zo weg. We hebben allemaal gekke dingen meegemaakt, ondergespuugd, doorgelekte luiers en het komt allemaal weer bij. Het is nu ook even voor En hij heeft mijn lievelingszus groen in. Echt, mijn zus zelf ook. Zelf is een beest benieuwd. Nou, ik wil Mias dus zo gaan voeden, maar Daryl komt er gelijk even bij zitten en de jongens allebei. Serieus, Sarah's gaan er zo leuk mee om, hè? Allebei nog steeds. Echt elke dag knuffelen. Ze wakker worden, van school komen, maar net ook met kusjes, knuffels. En ik moet zeggen, Eli die was in het begin nog even een beetje kat uit de boom kijken, maar nu ook continu naar Mias toe als Mias held. Of ze speentje willen geven. Hè, jongens? Ja. Echt de liefste broertjes, maar wij gaan even drinken en dan gaan we. Jullie zitten voor het eerst met z'n drieën achterin. Hoe zit dat? Hè? Dit is zo leuk. Er zijn nu gewoon drie jongens op de achterbank. Hij ligt hier lekker. Kijk dat koffie. Nou jongens, ik ga de deur dicht doen. Ik doe deze voor de zon zo. Zit jullie goed? Ja. Gaat de deur dicht. Gaan we. Ja? Kijk, waar we zijn aangekomen in een mega grote binnenspeeltuin. Mias, ga jij meespelen? De eerste keer. Ah, ik ben lekker te slapen. Het is donker hier trouwens. Maar wie gaat er nou bij hem blijven? Jij of ik? Ik wil spelen. Ja? Wow, Def, Eli. Grote glijbaan. Lopen. Ik ga daar naar boven. Eerlijk, op deze plekken ben ik mee kind dan hun. Yeah! En dan gaan we weer. Woe! Nu ga je wel sneller dan ik. Woe, joh. Hey, Esra. Beetje naar je zin hier? Zo saai gewoon. Ik kan lekker rustig nu, maar het is saai. Ik wil gewoon jullie zien. Die waren zo ver weg. Normaal gesproken speel jij ook mee, hè? Maar kijk eens voor je. Esther, moet je opletten hoe de Eli naar boven gaat, ja? Echt zo'n aapje. Eli houdt ook gewoon super goed vast, hoor. Voor degenen die het niet goed hebben gezien, hij gaat dus echt kaarsrecht. Kom, we gaan samen. Oké, 3, 2, 1. Hoe kijkt Eli? Oh, Stijn, dan kan je wel op schoot, hè? Papa, hij wil op schoot. Dat mag niet. Oh, ga jij nu dan? Oh, die gaat wel wat beter. Wow. Komt hij ook weer, hoor. Wachten. Stop. Kijk rechts. Kijk rechts van je. Andere kant. Schrik tot en met 4 jaar.
Oh, betrapt. Kijk, gaat je super goed. Mia zit nog steeds te slapen. We zijn er eigenlijk al echt ruim al bijna een uurtje, anderhalf uur. Kids vermaken zich lekker. Papa vermaakt zich lekker. Ik zit op zich wel goed. Zal die kleine, maar goed, het is er altijd even spannend. Je weet niet of hij onrustig is. Als hij de hele tijd helpt, kan ook. Als ze huilen, dan zijn ze heel productief. Ja, daarom. Volgende dag, volgend uitje. Wij zijn aangekomen bij het Tina Festival. Want vandaag vindt de uitreiking van de Tina Awards plaats. Waarvoor wij waren waren genomineerd voor de categorie Beste YouTube-held. YouTube-held, inderdaad. Er wordt aan de andere kant dan ook allemaal fans. Wij staan nu nou ook even backstage. Daarom werk ik een beetje afgeleid. Wij hebben hier vandaag de uitslag dus van Tina Awards. Daarvoor hebben wij nog een Q&A die wij gaan houden op het podium. En we zijn vandaag ook weer gezellig met het hele gezinnetje op pad. Want we hebben de kids hier, Debran, Eli, we hebben oppas mee. En we gaan even Mia's uit de auto halen, die is ook mee. Hij slaapt nog. Ook ziet zijn voetjes bewegen. Nou worden wij zo meteen backstage gebracht met een golfkarretje. Ik ben heel erg benieuwd wat ons te wachten staat. Want er zijn zoveel fans van jullie aanwezig vandaag. Super leuk. Dus ja, ik hoop wel een aantal van jullie te ontmoeten. We doen geen meet and greet vandaag. Omdat het een beetje lastig was met Mia's. Maar goed, we gaan zien hoe het vandaag loopt. En wij nemen jullie vandaag weer gezellig mee. Nou Esra, ben je klaar voor? Snel erin en gelijk door. Hè? Ja. Kom maar. Allemaal! Ga je hierin? Nou, de eerste ontmoeting van Mia's met de pennetjes, hè? Echt, hè? Backstage en daarachter zie je ook gewoon het pretpark. Even kijken. Ik zie allemaal glijbanen en attracties. Echt super leuk. Wij gaan nu even een foto maken. Voor het eerst met z'n vijven wel, hè? Nou, tenminste, we hebben wel foto's van onszelf, maar nu eerst met z'n vijven. En die komt in het Tina-blad. Daar komt de poster van. Dus jongens, gaan we even een gezinsfotootje maken? Die deed hij het. Gaan we even lachen? Ja, gaan we even lachen? Hier staan we allemaal. Kijkers, kijkers. Lion King! Moet je kijken, hij staat overal. Oh, hij wordt net een beetje wakker, maar kijk dat handje. Hij is zo zijn we gekomen. Die slaapt echt overal doorheen. Zodra we op stage moeten, wordt hij zeker wakker. Ja, want ik weet nog niet of het al geldt in de video. We laten Mia's vandaag sowieso overal backstage. Die gaan we natuurlijk niet meenemen, het podium op en zo. Die blijft gewoon lekker hier bij oppas. De kids laat ik denk ook gewoon achter. Het is vandaag een beetje Sel en ik. 20 minuten, 30 minuten zijn we steeds weg. En dan kan ik, de reden dat we Mia's ook hebben meegenomen, is dat ik hem tussendoor ook even lekker kan voeden en zo. We zijn helemaal naar achter gebracht, dus we hadden helemaal gelasten van. Het is helemaal goed geregeld. Dus ik ga even snel voeden en dan moeten wij alweer het podium op. Dus, ja. Nou, Estra, we worden geleid. Debran, het is een grapje. We gaan glijden. Gaan naar boven? Ja, Estra, ik ga wel binnenkort weer hierheen. Hoor. Weet je hoe leuk ik dit vind? Hè? Kijk, komt iemand aan of niet? Nee, er is net iemand vanaf. Ah, jammer. Nou, daar staan we dan, Estra. Echt heftig. Wat zei je? Echt heftig. Het is echt heftig. Zoveel liefde allemaal af. Ik echt elke keer zeg op zo'n dag echt. Je kan laten, ik heb kippenvel. Ik krijg gewoon kippenvel van. Ik bibber gewoon. Jullie bibberen, ik bibber ook. We gaan zo meteen hier. Zal ik dat even laten zien. De Q&A houden. Ik weet niet precies wat er te wachten staat. Ik weet wel dat er heel veel van jullie hier achter staat. Kan je misschien de camera even erboven houden? Even kijken. We spieken of iets. Hallo! Ze zien letterlijk ons niet alleen dit. Esra, Bo gaat ons aankondigen. Zij gaat ons ook vragen stellen, dus nou, kondig maar aan, hè? Zoveel mensen, ik ga het van je aankondigen. Ja, is goed. Hoe hard gaan ze gillen? Als niet hard genoeg gillen, dan gaan we niet, hè? Ja, dan gaan we gewoon weer weg. Echt, hè? Wacht, 1, 2. Nee, pas als wij gaan, hè? Ze gaat het nu aankondigen. Oh. Kijk, we hebben net een mooie tekening gekregen. Mooie tekening? Ah, de baby. En Debra die wou trouwens wel mee. Ik had gezegd, jullie mogen lekker meekijken. Zo, goeie vrienden. Wat een opkomst, jongens. Echt op met dat Micha Jack. Ik ben nog super emo na de bevallingen. Serieus, ik ben er bijna aan het doen. Geef een groot applaus voor jullie Jack. Peace.
Wat zit nou zoveel? Bizar. Bizar, hoeveel? Of de baby mee is. Hij is mee, maar hij is natuurlijk veel te klein om mee te nemen op het podium. Maar het gaat super goed met de baby. Ja. Weet je dit trouwens over die heen? Die heeft het nog gezien? Ja! Jongens, ik vond het al super leuk. Dan ben ik wel nog even een kaartje pakken. Een andere. Vals, ja. Hij is gewoon aan het zoeken. Ik ben leuk aan het zoeken. Devon, word je heel veel herkend op straat? Kom je veel... Hou jij van Fortnite? Ja. Ja, tuurlijk. Weet je wat ik ga doen? Laat het liggen. Hebben jullie een vraag? Mag ik met jullie dadelijk een tv? Nee. Tuurlijk, dat is leuk. Onze grootste wens? Ezra? Nou, dat is heel cliché, maar gewoon gezond blijven en lekker gelukkig met het gezinnetje zijn. Dus dat is zeker mijn grootste wens, ja. Mag ik met jullie daar ook een foto? Ja, zeker. Andere vraag? Okay. Hebben jullie een vraag voor mijn hand in de foto? Ja? Zouden jullie nog een vierde kind willen? Vierde kind, Ezra. Of ik nog een vierde kind wil. Wil jij nog een vierde kind? Ik was de vierde kind. Jij bent het vierde kind in huis. Dus het wordt dan de vijfde, hè? Nee, ja, misschien wel. Even kijken hoe het gaat met drie kinderen, maar misschien komt er nog wel een vierde. Ja, steeds staan. Eén uur later. Dan gaan we winnen, toch? Wel blijven zwaaien. Ik kan geen nee zeggen, dan gaan we maar weer. Debra, high five geven. Ja. Oh, dankjewel. Debbie, er zijn nog twee fans die high five wilden achterdenken. Ga je mee of ga ik alleen? Ga je mee? Kom. Of toch niet, toch meer. Eén keer high five, dan moeten we door. Eén keer high five. Oké, jullie ook, kom maar. Hey, doei doei. Zo gaan zwemmen hier. Het is zo lekker weer. Nee, ik maak een grapje, kom hier. Debbie, ik maak een grapje, kom mee. Of ga je springen? Ga je erin? Ezra, hij wil zwemmen. Oké, doei Deb, doei. Dat waren ze volgens mij, of toch niet? Kom naast staan, kun je printscreen maken thuis. Ja? Ja? Heb je het? En ik moet door. Nou, we zijn lekker backstage. Tenminste, zij zaten natuurlijk al lekker backstage. Daar heb je nog meer backstage ruimte. Maar wij zitten echt in de allerachterste backstage. Wat gewoon lekker rustig is hier met het voeden. En met... Ja, schat.
Je hebt geen armband om. Hé, je bent geen artiest meer. Nee, we hebben natuurlijk van die armbandjes. Je hebt hier nog een armband. Wil je hem om of niet? Nee, nee. Hij voelt zich gangster. Ida, er werd net allemaal gevraagd waar jij was. Ja, iedereen vroeg waar je was, Ida. Maar jij staat eten. Er wordt goed voor ons gezorgd hier. Maar we hebben net niet alles gefilmd. Maar echt serieus, hoe geweldig was het? Het was echt heel leuk. En nu komt het even tot rust. Want op het moment dat wij ook voor zo'n publiek staan, is voor ons ook helemaal hyped en energie en zo. En dan gaat ook alles een beetje heel snel. Maar het was wel leuk dat we op een gegeven moment echt vragen konden stellen aan alle kijkers. Ja, het is wel leuk. Misschien heb je een vraag gesteld. Dat is heel leuk om vanuit jullie vragen te horen. Maar wat ik zelf ook heel erg leuk vond, is als dan de vraag werd gesteld, dat jullie het antwoord vaak wisten. Dus bijvoorbeeld, wat was ons lievelingseten? Hoorde iedereen roepen, sushi! Ja, het was gewoon echt super leuk. Mia's heb ik net gevoed. Hier zijn we. Weer te slapen, dus die doet het ook super goed. Oh, doe maar gewoon water. Dylan is onze butler, die gaat even drinken halen. Nee, maar het gaat hier ook gewoon goed. De kids vermaken zich ook gewoon. En wij hebben, nou tenminste ik moet zeggen, wij moeten zo weer weg. Het gaat best wel snel tijd, want wij hebben zo de awardshow. Okay, we staan nu backstage. We gaan zo meteen podium voor de Tina Awards uitreiking. We hebben de kids gewoon weer lekker achtergelaten. En ik ben benieuwd, het is nu nog heel stil publiek. We gaan zo eens even zien. Het is hierachter zeg maar, want hier gaan we zo meteen podium op. En daarachter staan allemaal fans te wachten op de uitslag. Ga maar zitten. Volgens mij is het eerste café van ons, hè? Ja, zo ik het eerste met van ons. Hoor je het van ons? Jullie zijn het genomineerd. Dit zijn de genomineerden in de categorie Tofste YouTube Held. En als jij het een grote challenge of een uit de hand gelopen grap. De familie Lakap weet van elke doodnormale dag een groot feest te maken. Maar jammer dat voor hun kijkers. Nee. Een applaus voor familie Lakap. Ze hebben een enveloppe bij, wie gaat het worden? 2, 1, 2, 3! We zitten in de auto en nog steeds. Eén keer. Doei! Oh, daar komt er ook uit. Gewoon even nog lekker door het dak. Dat was echt super naar boven. Echt jongens. Echt, we love you allemaal. Serieus. Oh, nog één kind erbij. Die ander, die ben ik even aan het voeden hierachter. Kom jongens, we moeten nu echt, echt gaan. Echt, maar super veel liefde voor jullie allemaal. Echt. Oké jongens, wij zijn alweer thuis. De kinderen liggen lekker op bed en... Wow, wat een bizarre dag vandaag. Echt ongelooflijk. Ik moet nog steeds bijkomen. Ik ben best wel kapot ook, want het is echt, het geeft ons zoveel heid. Gewoon ook adrenaline in je lichaam, weet je. Dus toen ik daar wegging en ik had op het moment rust in de auto, dacht ik mezelf van wow, wat we net hadden meegemaakt. Echt, jullie echt zijn bizar. Zo geweldig. Er waren super veel van jullie aanwezig. Jullie hebben massaal geschreeuwd. Ook iedereen die is gekomen naar de Q&A, naar het podium. Super bedankt aan iedereen die er niet aanwezig was, maar ook op ons heeft gestemd. Ja, serieus. Ook dankzij jullie. Gewoon. Echt, hoe hard is de Lakap Squad? Serieus. Echt gewoon wauw. Beste fans, ik zei het ook volgens mij al eerder. We hebben gewoon echt, ik vind het... Ja, we hebben gewoon de beste fans. We hebben gewoon de beste fans. Jullie zijn gewoon top. Super bedankt. We hebben deze award. We mogen ons dus zelf Tofste YouTube Held van 2019 noemen. Nou, super leuk. Je gaat een mooi plekje krijgen. Zoals ik zei, het was best wel een intensieve dag voor ons ook wel. Het geeft echt heel veel emoties en ook ons heel veel adrenaline. Ja, zo zijn schreeuwende fans, huilende fans en gewoon wauw ook... Ja, ik heb gewoon geen woorden voor jullie. Jullie zijn gewoon zo geweldig. Het echt. Was leuk om jullie gezien te hebben. Wij gaan ook bij deze lekker de video afsluiten. Wij gaan lekker lang uit op de bank liggen. Nu lekker op tijd naar bed. Want we moeten wel gaan bijkomen van echt, deze serieus. Dag. Dus ik wil jullie via deze weg nogmaals bedanken. Voor het stemmen, voor jullie support altijd gewoon. Heel veel liefde naar jullie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Volgens mij is het een beetje chaotisch geworden met filmen. Maar ik vond het wel leuk om eventjes wel jullie mee te nemen op deze dag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je vond een leuke video. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent en geen video wilt missen. En dan zien jullie weer volgende keer in een nieuwe video. Doeg!
Thank you.